Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders? En vermoorde kinderen, kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten. Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd: 48 doden, 1200 gewonden, geen namen, maar nummers. En dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand. Ook Palestijnse dorpen kennen pogroms, uitgevoerd door Israëli's. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. En dit gebeurt generatie op generatie, al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. Het zijn voor ons geen mensen, het is verzameld leed. Houdt het dan nooit op? Maar voor mij is het familie. En ook ik denk, houdt het dan nooit op? Alleen heb ik het over de blinde steun aan een voor mij overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Premier Rutte zei na de Hamas-aanslagen, we hebben niet zo heel vaak meegemaakt dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen. Kennelijk ziet hij Palestijnen niet als gewone mensen. Maar ze zijn er. Wij bestaan. Het piepkleine Gaza telt 2,2 miljoen inwoners. Bijna de helft van hen is nog een kind. Van alle kinderen in Gaza is 80% gediagnosticeerd als depressief. Vragen wij ons ooit af wat zij dromen? Israël zegt tegen 2 miljoen wanhopige burgers dat ze in één dag allemaal naar het zuiden moeten gaan. Zo gezegd voor hun veiligheid. En daarna bombardeert Israël deze vluchtelingen in het zuiden. Israël geeft hele ziekenhuizen de tip te verkassen, omdat het noorden zal worden weggevaagd. Maar hoe? Hoe kunnen zieken en gewonden, gekluisterd aan medische apparatuur, weg uit de ziekenhuizen? Bejaarden, zieken, gehandicapten, de zwaksten. Zij blijven dus achter en gaan hun lot tegemoet. Gisteravond aanschouwden wij zo'n lot. Een overvol ziekenhuis in Gaza-stad werd getroffen. En ik bekeek de beelden. En ik zag een man rondlopend met een plastic tasje. Hij hield het voor zich uit boven de menigte alsof het een kostbaar brood bevatte. Het was geen brood. In het doorschijnende tasje zaten de restjes vlees en botten van zijn kinderen. En ik ben gaan zitten en ik heb gejankt als een dier. Er is iets mis met de menselijkheid, die van onszelf. En van een ieder die toekijkt en niet ingrijpt. Eén wens heb ik nog, want dromen bestaan niet in deze hel: dat iemand van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen, doden en gewonden, de namen zal noteren en dan avond na avond hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Dit komt neer op talloze TV-uitzendingen. Het zou absurd zijn, maar wel eerlijk.